schrijft de short servers. Nou, het is niet echt de short servers hoor. Eens even kijken, waar gaan we heen? We gaan naar Hell in Wildstone. Doen we die? Eerst de control key in. Switch on. Enter. Met die naar off en release. Die kan reset worden. New lighting set. Doors open. Die. Die forward. Maar 45 minuten. Heel short. Ah, het is een korte. Het is niet zo'n lange route. Een lampje aandoen, anders is het wel heel erg donker hier. Als ze moeten die update nog uitbrengen trouwens, die want zeg maar, als je in de tunnels bent van de London Underground, als je daar een bord tegenkomt dat je 30 mag, dan hoef je niet zoals in de, wat ik in de game nu is, wachten totdat je hele trein voorbij je bord is. Nee, je mag gelijk naar 30. Boven ons is het andersom. Blijkbaar net hoe ik het wil. Ik wil altijd weer wat anders hebben. Hè. Ja, ze hebben die al klaar, hè? Die update hebben ze al klaar sinds november of zo. Maar ze hebben nog steeds niet released omdat er nog geen update is voor de Bakerloo. Ja, ik heb het gezien inderdaad. Een update voor de bus. Ik heb het klein stukje gereden. Ik heb nog niet helemaal gereden, maar ik ben benieuwd wat ze ervan maken. Maar waarom wachten ze dan? Ja, waar niet? Ja, dat is DTG voor je. Ja, beleid is gewoon echt onzinnig gewoon daar soms. Dan willen ze wachten en alle fixen in één keer uitbrengen en zo. En, want er zijn nu mensen die zijn al steeds zo van sinds februari zo van ja, het is nu heel erg druk met testen en zo. Deze maand en dan wordt niet echt waard en zo van ja, maar je hebt de update al klaar sinds het begin. Oh, de bus heb ik er jou hè? Die heb ik je. Beetje cheaten met de doortloos. Waterloo. Laatste college C's, daar werd ook. Er werd nog maar weer benadrukt dat het goedkoper is om zo vroeg mogelijk te testen en spul aan te passen naar release, juist het beste. Zal me niet verbazen.
Ik heb ondertussen zoiets van, ik ga me daar gewoon niet meer druk om maken. Want ja, dan blijf je er een beetje, mee zitten. Natuurlijk vind ik het niet erg om zo nu en dan erover te hebben. Koppen niet testen, gewoon send it en dan weer patchen. Nou, blijkbaar zijn de DLC's die ze nu doen, zijn blijkbaar beter getest. Ook al merk je er niks van met, dat, met de introductie van die F7 van Lynchfield. Maar ze zeggen nu dat... Het beta-team die stuurt het weer, heeft weer een paar keer wat dingetjes teruggestuurd wat nog gefixt moet worden, maar ga er maar niet vanuit dat er wat gefixt gaat worden soms. Ze zouden ook voor deze route, voor de Big Blue Line, een extra een nieuwe timetable maken. Meer services van andere branches, bijvoorbeeld die hier weggaan. Dus dan zal dit stukje hier een stukje drukker zijn. Maar dan krijgen ze niet voor elkaar, want als ze dat hebben geprobeerd, dan loopt alles in de soep. Ja, want zoals deze loopt soms in de soep. Als je voor Elephant and Castle. Dan kun je soms echt gewoon op een 10 minuten stilstaan, omdat beide treinen in de platform staan. En dan moet je wachten totdat de volgende eruit gaat. Dat is ook wel een interessant station. Zeg, de stations die zien er op zich wel goed uit hoor. Nee, ze zeggen dat ze het hebben, maar ik ga er niet vanuit dat ze het hebben. Nee. Nou, als ze het hebben, dan is het alsnog een specifieke lijst van testen wat ze doen of zo. Erg grappig in het spel. Ja, dat klopt, omdat zeg maar de. Het is allemaal gebaseerd op tijden vanuit computer controlled. Dus computer controlled, geen safety systems of wat dan ook. Dus daar heb je bijvoorbeeld, kijk, bijvoorbeeld hier zitten wij nu al. We zitten nog 250 meter van het station vandaan en we komen bijna een minuut te laat aan. Omdat hij niet eens wil doorrijden soms, dan blijft hij soms vasthangen, dan wordt gewoon geen rekening meer gehouden. Want het is puur van perfectie uitgegaan. En dat is iets, ja, dat is gewoon... Soms wat je moet doen is ietsje sneller. Rij iets te snel, kost je minder punten dan dat je straks echt 1 à 2 minuten of 3 minuten te laat op een station bent. Dan kost je gewoon minder punten. Als je voor de punten doet. Als je het heel vaak doet, dan word je vanzelf wel beter in deze routes. Nou, hier is Queen's Park, dus we hebben nog een flink wat stations te gaan. Nee, perfectie is niet gelukt. Want, ik krijg het idee dat zelfs als je het perfect zou doen, dat er altijd nog wel 1 of 2 seconden te laat bent en dan dat je weer minder punten krijgt. Piccadilly Circus.
Kijk, daar heb je de tegentrein. Oh ja, maar op zich, het gaat erom als je de fun hebt, als je er plezier in hebt. Want ik doe wel eens een keer als ik dan s'avonds thuis kom van het werk. Dan als ik wat heb, mijn avondeten op heb, dan heb ik ook zoiets van, nou dan heb ik nog een uurtje of drie kwartier of zo. Nou, wat zou ik gaan doen? Nou, dan pak ik toch wel aardig snel Trains in World erbij hoor. Gewoon een ritje doen. Dan complete je toch weer iets op jouw journey mode of op je timetable mode. En tel toch weer mee voor je aantal services. Voor je achievement. En dan is het gewoon, ja, gewoon even een half uurtje of zo. Drie kwartier, dan is dat gewoon leuk. Want het is gewoon leuk als je een scenario of een route hebt die timetable, zeg maar, die ongeveer ja, drie kwartier tot een uur duurt. Als je een uurtje hebt, dan is het al aardig lang. Snelle TS dan TV. Ja, dat kan. Tycho, goedenavond, welkom. Ik heb soms, ik heb ook wel eens een keer dat ik gewoon helemaal daar geen zin in heb, hoor. Dat ik gewoon een totaal andere game doe. Maar dat is meestal maar een half uurtje of zo. Ik doe in principe eigenlijk steeds minder. City Skylines heb ik al een hele tijd, maar ik ben er nooit echt in gekomen. Ik heb wel heel vaak SimCity gedaan, daarom had ik hem ook gekocht. Maar... ja, bij Sim 18 heb ik ook een hele tijd gedaan, maar eigenlijk ook alweer een paar maanden niet. Sim 18 is toch wel een klein beetje weer, een beetje hype is een beetje over, een beetje weer. Ik ben benieuwd zeg maar wat ze uitbrengen, wat in ieder geval de bushokken richting die kant op gaat. Dat is een 1-op-1 schaal, en 1-op-1 schaal is altijd wel leuk. Ik doe ze zo nu en dan doe ik nog wel eens een keer een half uurtje of zo. Gewoon even wat GTA 5 online of zo. Gewoon even wat rondhangen in van chaos veroorzaken of zo in een private session. Dat is soms zo leuk om te doen. Klein beetje levelen. Of voor de 500ste keer dezelfde casino of de nightclub missies of zo. Maar wat ik laatst ook weer een beetje heb opgepakt, is eigenlijk een beetje de Max Payne serie eigenlijk. Ik heb Max Payne 1 ook weer een tijdje gedaan. Ik heb het niet helemaal gedaan. Volgens mij zit ik daar nog in chapter part 1. Ik zit al een beetje Max Payne 2, dat was toch wel een beetje de Max Payne die ik eigenlijk nog steeds herkende. Maar toen had je zo van, kijk, nu zitten mensen te, als je eenzelfde character tegenkomt, één keer in de vijf characters heb je dezelfde character zitten. Nou, in Max Payne 2, daar schiet je volgens mij iets van de... Volgens mij heb je daar iets van drie characters in zitten of zo. Er liggen er gewoon vier naast elkaar met dezelfde pak en dezelfde kop. Dat is wel grappig. Dat
is wel een beetje nostalgisch. Ik zit er in principe over na te denken om bijvoorbeeld zeg maar hier op de zaterdag misschien een keer een wat oude classics te doen. Dat is ook wel leuk. Of dat we een doorwerking van GTA 3 nog een keer of zo, of Vice City of. Eerst even een keertje weer Formule 1 inplannen. Dat is een van de top prioriteiten om die weer even een keertje te doen. Het seizoen is weer begonnen. Dus laten we maar weer eens een keer oppakken met een aantal. Wees een cursus, ja hoor, nee. Niet echt mijn keer. Ik ken nog wel Lemmings. Ik ben trouwens benieuwd of zij weer uitkomen straks in juli of juni met een F1 2021. En welke tracks daar dan in zitten. Want ik verwacht eigenlijk in... dat ze schepbokken. Dat was een schrijfboggie. Is dat op de officiële kalender? Ja, ik ben benieuwd inderdaad of ze dat inderdaad het officiële kalender zeg maar aanhouden. Met inderdaad wat ouder. Want Imola die heeft er vroeger in een eerdere versie ingezeten. Dus die zouden ze dus ook kunnen importeren en een beetje oppoetsen en zo. Maar we zullen het zien. Wat is dat, Bjorn? Marlebone. Nee, want de... Er waren de tracks uit, de Aziatische tracks en de Amerikaanse tracks waren er niet. En in één keer moesten ze andere tracks doen. Dus ja, sorry. Ik had laatst trouwens een artikel gelezen op de F1 app. Ze zijn zeg maar Albert Park zeg maar in Australië. Die zijn ze aan het flink aan verbouwen. Bijvoorbeeld de chicane is er eigenlijk uit die erin zat. Een aantal andere bochten zijn wat breder gemaakt. Dan, zodat er wat meer snelheid in zit. Maar af of je de corona DLC kan downloaden naar Black Lives Matter. Ik ben benieuwd. Ja, ik heb het gezien. Ik ben benieuwd. Zullen we het zien? Er staat in ieder geval nog een heleboel op het schema. En ik kijk ook echt uit naar de Formule 1 van Nederland. Ik hoop dat ik er een september in mag. Ja, ik hoop het ook voor jou, shooter.
zou echt wel awesome zijn. Vorig jaar helemaal niet doorgegaan vanwege dit gedoe. En dit jaar, ja. Vaccinaties er gaan. Ja, Nederland loopt daar een beetje in achter met al die vaccinaties. Ik wacht in principe nog steeds op mijn tweede. Ik ben benieuwd of ik een telefoontje krijg. Zo van, ja, we stellen hem nog even uit. Of misschien een telefoontje. Ja, je kunt volgende week al komen. Ik moet nog met werk ook nog weer wat gaan regelen. Oh, ik heb die eerst al gehad. Ja. Ho. Ik had dat niet gezien. Dames en heren, of ladies and gentlemen, next station is Paddington. Not the bear, but the station. Op 20 plus 100 meter hier is een risico. Ik ben blij dat ik dan een indicatie heb gehad vanwege mij, je weet wel. Ik was wel ingeënt met het AstraZeneca gedoe, waar nu helemaal gedoe over is. Maar ik zou zeggen, geef maar alsjeblieft die tweede shot, daar ben ik er vanaf. Bijwerkingen zouden bij de eerste ook meer kunnen zijn dan de tweede. Ik weet nog wel dat ik er een aantal dagen last van had, inderdaad, van mijn arm vervolgens. Begon er 24 uur ongeveer, begon mijn arm een beetje stevig aan te voelen. Geen rode plek of wat dan ook. Ja, ik hoop het. Want er was ook op het nieuws zo van, je krijgt dan, als je al hebt gehad AstraZeneca, dan krijg je ook gewoon je tweede. Zoals wat ik heb, dat ook een risicogroep. Nou, in principe hebben waarschijnlijk niet. Als je het zo bekijkt. Want risicogroep is als je een medische indicatie hebt. Je kunt perfect leven op één nier. Dus dan zullen ze waarschijnlijk ook niet zeggen van dat je inderdaad in de risicogroep dan weer valt. Maar je weet maar nooit. Je krijgt vanzelf, of je krijgt van de GGD bericht, of van de huisarts. Ik heb het toen vanaf de huisarts, zo van, vanuit de overheid, via de huisarts. Dus, ik weet nog wat toen met, zo van, er staan bij borden bij ons in de stad staan borden dan GGD vaccinatiepunt. En vervolgens vaccinatiepunt linksaf en wij moesten rechtdoor. Zo van, hè? Zo van, is het niet bij de GGD? En toen kwam er pas achter dat het vanuit de huisarts was. Dus helemaal aan de andere kant van Doetinchem. Meetveel. Medaveel. In een laatste station voor Boren. Ja,
kijk, dat soort dingetjes. Want je, in principe wat het namelijk is, is je krijgt zeg maar op basis van een... Als je krijgt zeg maar een formuliertje thuis gestuurd, daar staat jouw afspraak op. Dan krijg je een checklist die je moet invullen met ja, nee, ja, nee, ja, nee. En aan de hand van wat daar is ingevuld, dan krijg je een kaartje mee. Of je moet een kwartier zitten, of je moet een half uur zitten. Ik dacht eerst dat 5 minuten was. Maar... Dan ga je daar, nou, prik. En dan vervolgens, ja, je mag even daar een kwartiertje zitten. Mooi, kwartiertje op de mobiel even wat kijken en dan naar buiten en naar huis. Nee, maar kijk, dat is het gewoon zo. Van, je kunt veel sneller vaccineren. Kijk naar Amerika, kijk naar Engeland, kijk naar, weet ik veel, naar andere landen. Daar wordt ze op grote schaal gevaccineerd. Maar hier in Nederland is er altijd gedoe. Er is altijd hetzelfde met bijvoorbeeld de maatregelen bijvoorbeeld. Al die maatregelen die zijn toen allemaal aangekondigd en in andere landen waren ze al lang ingegaan en strengere lockdown en wat dan ook. In Nederland, nee, er was altijd weer moeite mee om te doen en dit en dat. Misschien dat dat het is, maar... Maar ik zat en dan zit je dan in zo'n hele grote ruimte gewoon. En gewoon met z'n allen eromheen. Maar er zaten ook mensen blijkbaar inderdaad van ook gewoon diep binnen 80 hoor. Dus, die moest ook blijven zitten. Iedereen die kreeg een kaartje daar. Het kan best zijn dat het eventueel ligt aan welke vaccinatie of wat dan ook. Ja, ik vind het dan wel prima. Als zij zeggen naar een injectie zo van, ga daar een kwartiertje zitten, zeg ik prima hoor. Pak het mobiel erbij, ga ik wat internetten of zo. Komt een kwartiertje wel door hoor. Ik heb me daarna met nog leedvermaak gehad. Mensen die probeerden die deur dicht te doen. Waar ze aan naar buiten moesten. Maar die deur die gaat aan de buitenkant niet dicht. Dus die deur die klapt elke keer open en dicht. En, oh, geweldig. Elke keer diegene achter de tafel moest opstaan om de deur dicht te doen. Meneer, gaat u nog eens weg? U zit hier al een uur. Oh, mocht ik al weg? Oh, geweldig. Queen's Park, next station. Dat betekent dat wij bovengrond gaan. CMDR Choppy 04, bedankt voor de follow. Good evening and welcome. My day is doing fine. Meeting.
Finally, out of the tunnels. Natuurlijk weer op een Paulus stukje. Lijndienst door een shit, waarom niet? Ja, alleen hier, alleen daar rij je door en hier aan de zijkant dan rij je gewoon ja. Engelsen. Een klein beetje spieren. Kijk hier. 15, 30, 45. Zoveel dat te redden. Jealous mode. Je hebt hem eigenlijk zowat niet nodig. Nou, voor degenen die de route vanuit Train Simulator kennen, de West Coast Mainline South route, die ligt hier aan de linkerkant. Vanuit Houston. Let's go. Notch 2. Oftewel series voor heel even. En dan volgens naar parallel. Wilston Junction. Hier ligt ook een random spoor. Dat is een beetje buiten de nu met wat komt er als shooter. Ja, soms heb je van die huisartsen het leren dat je denkt zo van waarom zou het inderdaad. Misschien hebben ze het wel gedaan, anders denken ze zo van ja, dan krijg je het juist het tegenovergestelde effect of zo.
bedoel dat we weer terug in de tunnel in moesten. Nou, er zijn wel stukjes met tunnels nog hoor, maar valt best nog wel mee. Het zijn voornamelijk bruggen die we nu hebben. Nee, dat klopt, Leo. Gewoon de goede dingen gewoon herinneren, dat moet je blijven doen. Blauw voor Hommen of pink voor Le Nouveau Parfum. A good place to connect. We're in a good place. Join us. Nou ja. We zijn ondertussen al teruggezakt naar 350. Volgens mij is de volgende, dacht ik, Stonebridge. Ja, Stonebridge. Dan heb je een depot zitten. Dan weet ik nog wel, een van de depots die hier, dan vervolgens moet je ergens hier een van de treinen neerzetten. Dan moet je echt zo wat er tegenaan gaan staan om de market te triggeren. Is maar niet zo heel erg lang, maar dit stuk hier in het centrum van, van Londen, dan ben ik wel even al die stations zo dicht op elkaar, ben ik wel even bezig. Hier staat nog een armcel, daar denk je ook zo van.
Section gap. Oké. Okay. Stonebridge Park. Kunnen we een mooie screenshot maken. De volgende trein terminates hier. Het is wel leuk dat ze die bordje, die passenger information toen hebben toegevoegd. Nou, ze zijn bezig met rapid transit om die weer helemaal... Je krijgt een hele nieuwe timetable erbij. Je krijgt een 2021 timetable, meer services. Iets van passenger information displays en andere dingetjes. Maar ik heb niet op de lijstje zien die lelijke bovenleidingsportalen. Maar wel in ieder geval de overwegen dat ze in ieder geval geen passagiers er meer doorheen lopen. Dat was nog was voor een van de eerste routes, maar dat was echt, als je die tegenwoordig die rapid transit tegenwoordig doet in de huidige vorm. Maar ik verwacht niet dat ze visueel wat hebben aangepast. Maar... Wembley Central. Lekker naar de tennis. Nou, het regent, dus ik denk dat de tennis afgelast is. Niks voor mij tennis. Kijk, er nog 1, 2, 3 en 4. Oeps, ik ben altijd deutjes tegen doen. North Wembley, South Kensington. North Wembley, South Kenton, Kenton en dan Harrow en Wealdstone. In principe, ik dacht dat die Jeff Marshall, die ook al die video's maakt van de UK, weet je wel, met all the stations en dat soort dingen. Iets van 45 of 47% van de London Underground is underground. Wacht, dat is Wimbledon. Wembley is voetbal en concerten. Oh.
Nou, dat zou. Daar wil ik graag wel uitstappen. Dat hoorde je goed, Gerben. Wembley is niet van de tennis, maar van de concerten en van voetbal. Je kunt niet echt naar buiten kijken hier, zeg. Nou, kijk, de underground en de overground. Bij concert, dan gaat het om het testconcert. Nou, succes. Ik hoorde op het nieuws dat een aantal. Dat laatst alweer zo'n testconcert een beetje. Ook weer iets van 16 corona-activiteiten hadden of zo. In RVM zijn zin krijgen ze tot eind november binnen. Oh, zou me niet verbazen. Maar kijk, ik heb daarin gewoon, ben ik op zich vrij simpel, zo van, kijk eens buiten. Iedereen die buiten zit, je mag niet op het terras zitten, maar ze zitten wel buiten het terras wel allemaal met elkaar samen. Al diegenen die allemaal uitgaan, die zitten allemaal samen, die halen dan wat en dan zitten ze daar te drinken of zo met een. Met wat drinken van de snackbar of zo. Denk je zo van, nou doe dan gewoon het terras open. Dan zit je tenminste op veilige afstand van elkaar en niet op elkaar. Ik heb mijn glas half leeg. Want zo zie je het op zich wel, hè? Als je ook het verhaal aanhoort. Zo, want het is altijd weer de horeca voor die gepakt wordt over die. Maar ik verwacht niet dat ze gaan doen wat ze zeiden dat ze gaan doen. Zo van, ze willen in de zomer of zo, in juni of juli, willen ze eigenlijk alle coronamaatregelen op hebben geheven. Volgens mij behalve de handen wassen en 1,5 meter afstand. Ga er maar niet vanuit. Ja, het lekt. Tussen haakjes lekt altijd wel uit wat ze zeggen. En dat neemt altijd over. Jullie iedereen eerst de prik, hopen er nog steeds op, want zelfs met uitloop Rome thuis verzat wordt. Yes indeed. Zandvoort, hi. Canton Station.
Zijn mijn enige doel dat je aan Zandvoort gaat door. Iedereen kan erbij zijn om dat weer nou terug hebben. Ja, als je ook ziet zeggen, in andere landen dan heb je ook mensen die gewoon ook op het gewoon toegang hebben. Hè? Gewoon met kaartjes in. Kaartjes en alles. Maar had jij niet iets van 3 keer 3 jaar of zo? Dan zal er nu pas jaar 1 zijn ingegaan of zo. Zal Scumbag 3 zijn als ze vorig jaar wel meetellen. Het wordt helemaal niet door. En waar ik gewoon benieuwd naar ben, is volgend weekend hoe het gaat met de race. Want ze zijn echt, een aantal zijn echt aan elkaar gewaagd. Het is jammer dat Max vorige keer niet had gewonnen, want het zou wel awesome zijn geweest als je had gewonnen. Maar we zullen het wel zien. Ze hebben met uitstel gelijk de betaling voor jaar 2 geannuleerd. Harrow and Wealdstone. Ladies and gentlemen, next station will be Harrow and Wealdstone. This is the terminus of this train. Please all exit the train. Harrow and Wealdstone. Max had dit probleem met Lewis Extreem van regelt zich Max genaaid medisch. Ja, ik vond die actie trouwens wel heel geweldig. Neem die curve maar gewoon mee. Tot er wordt gezegd dat je niet meer mag doen. Drie rondjes later. Ja, neem die curve niet meer, want we worden erop aangesproken door de FIA. Door de race director of zo. En dan vervolgens natuurlijk Lewis weer miepen. Max nog sneller is omdat het een aero-circuit is, geen power-circuit. Mercedes trager is, maar hoe je bekijkt. Ja, we zullen het zien. Volgend weekend, hè? Nou, we hebben de call on-sign, oftewel die 2 witte lampjes. Volgens mij zit ik aan de minimumpunten, want 250 punten met 6 minuten vertraging. Dat was hier al 250, hier 268 met ook 6 minuten ongeveer. Nou, hier begin was 500. Yeah. Materiaal van Mercedes was wel weer laag hoor. Dit is om ons specifiek te naaien. Waarom zou het ook wel niet? Moet je eens kijken, zing, 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 zing. En dan vervolgens hier bij Queen's Park, zeg maar. Vervolgens worden de stops steeds groter. Hey, ik heb nog wel gold gekregen. 55 minuutjes over gedaan, over de rit. Level 111 alweer.